100. Het gemiddelde van Barneveld zit tegen de 100 aan op 99,3. Manley blijft achter qua gemiddelde. Dat is ook wel een beetje de verwachting. Maar toch 100. Heeft hij de kans gekregen om 1-1 in set te staan. Manley weet ook wel als je kansen krijgt. En het is zo cliché, maar je moet ze gewoon pakken. Triple 20 is goed, triple 19 voor dubbel 12. Manley. 129. Om zijn eigen rek te behouden, triple 20. Niet, triple 19 en tops. Ja, tops voor 1-0 in deze derde set. 97. Dat is dubbel 6 voor Manley. Om Van Barneveld aan het begin van deze derde set. Peter Manley. Second leg, Peter to throw first. Game on. Lekker. 4e in deze wedstrijd voor Raymond van Barneveld. En dus op 41 voor het toernooi en steeds dichter naar die 50 toe gaan. Ah jongen. Zijn eigen tekst. Zo ver eronder. 100. Ja, Manley had dus die break te pakken nu. En dan weer een leg waarin hij na drie beurten pas op 300 staat. En je moet gewoon na 9 darts op een finish staan tegen Van Barneveld. Wil je een kans maken in die leg? Van Gerwen gisteren ook gezien. Tuurlijk, hij was fantastisch. Maar Van Barneveld won uiteindelijk wel, omdat hij dat constant doorhaalde. Triple 20 met de tweede dart. Ook de triple 20 voor dubbel 18. 116 finish. Ja. Raymond van Barneveld. Third leg, Raymond to throw first. Game on. Ja, want Van Barneveld zat zo'n beetje elke set zo rond de 100. En Van Gerwen gisteren nou, van heel hoog naar een stukje lager. 140. Ook nu in deze wedstrijd. Set 1, gemiddelde van 100. Set 2, gemiddelde van 99. 100. Ja, en wij kunnen zien dat zijn totaal gemiddelde op 102 ligt ongeveer. Dus deze set zal ook zoiets zijn. Ja. En beide heren met die 116 finish van Barneveld. Nu 13 finishes boven de 100 in dit toernooi. Van Gerwen heeft er nog een paar meer. Die staat nog altijd bovenaan. Ook qua hoogste finish. 170. Manley had natuurlijk gisteren niet tegen King 4 legs achter elkaar. Een 100 plus finish. 58. Toen hij zo sterk terugkwam van hopeloos achter. 100. Van Barneveld naar 9 was niet van finish, 178. Maar datzelfde geldt ook voor Manley. Te zien vanuit dit camera-standpunt hoe die darts van Barneveld van boven naar beneden komen. Op elkaar vallen als het ware. Waar ze bij Manley onderdoor komen. 140. 20. En tops voor 2-1 voor in de derde set. De dreiging was. 140 van Manley. Is hij deze niet had uitgegooid?
dat Menlu de kans zou krijgen om terug te breken. 22. Maar Menlu moet wel uitkijken. En van het Nederlands team, Jelle Klaassen. En kijk naar het verschil in de eerste kolom vooral. Van Barneveld scoort dus 109 punten ongeveer per beurt. En Manly maar 95. Het gaat over de eerste drie beurten, want dat zijn de scorende beurten. En dus staat Van Barneveld iedere keer na 9 darts gewoon 170 ongeveer. En Manly na 9 darts op 230. En dat is gewoon een groot verschil, dat is een beurtverschil zowat. En vandaar dat Van Barneveld dus over het algemeen veel rust heeft wanneer hij naar een finish toe werkt. Zeker wanneer hij een leg zelf begint. En Van Barneveld kan hem als eerste gaan wegzetten in de leg die Manly is begonnen. 140. Maar na 12 darts op 70, Manly na 12 darts niet op een finish. Komt eraan, zeker. 140. Eerst Van Barneveld. 170. De plag 10. 20 en dubbel 16. 30. Dubbel 16 is nog niet heel vaak gevonden. Manly voor 85. Triple 15 is goed. Tops. Ja, is knap. Ze maken er 2-2 van. Hij heeft er wel een paar keer laten zien, Manly, dat hij wel achter staat. Maar dan op het moment dat het richting wegzetten gaat, dat hij dan een goede score heeft. 135. Als er een kans is, schrijft hij hem. Ja, hij moet er nu gewoon een goede leg uitzien te persen. Bij 3-0 achter, dan wordt het alweer een beetje rug tegen de muur. En de schraafplekken van gisteren zitten er nog. Ja, we doen het beginnen. Tegen Van Barneveld, die na 6 darts op 186 staat. 100. Dan blijf je dus achter als jij na 6 darts op 301 staat. Hard op weg naar 3-0. 60. Het zou wel weer een Manly moment zijn om hem nu toch met een paar trippels druk opvoeren. 100. Dan weer tegen. Triple 19 gaat hij wel zoeken. Ook nog met de tweede dart. Dan gaat hij ook voor bullseye. Nee. Dat is de wedstrijd op dubbel 16. Waar hij nog niet zo succesvol is op geweest. 1 uit 5 is de score voor Van Barneveld op dubbel 16. 90. Rijmen 32. Voor 3-0 in sets. En zo. Dus zo staat het. 3-0 in sets. Full set. First leg. Peters to throw first. Gaat er op weer eerste 7 sets wint. Ja, en Manly heeft met best of 13 in grote televisiefinales er ook al een paar enorme draaien om de oren gekregen. 2 keer op het PDC WK. De laatste 2 keer dat hij in de finale stond. Tegen Phil Taylor. Dat is 2 keer 7-0. Ja, er komt dus ook een moment, want dat kun je er wel een beetje uithalen. 99. Dat Manly gekrakt is. En vooral in die laatste finale zag je dat moment ook echt komen. Knak, voorbij. Toen was de wedstrijd eigenlijk voorbij. Er moesten 3 sets gespeeld worden, geloof ik. Maar toen was het eigenlijk al gebeurd. Toegegeven, dit is wel een andere Manly dan toen. 100. Want bij deze Manly loopt het weer als vanouds. Maar het mag niet gebeuren dat hij deze set, die hij zelf is begonnen, ook inlevert. 90.